Goeiedag volk. Wij zijn hier in aan B. Bovendriefklomp. Boonzunder Romslomp. En er is hier groot nieuws te vertellen. Ik ben Alder Oosting, je razende reporter van Hoeze en Krati. Wij hadden hier naar de tafel. Daar zit het volk van Bovendriefklomp. En wij gaan eens even vragen wat je hebt. Heel groot nieuws, zal ik je vertellen. En wij zullen eens even horen wat voor nieuws of ze voor Hoeze hebt. Wie hebben we hier eigenlijk aan tafel? Ja, Klaas Klomp. Klaas Klomp. Ik ben Klaas Klomp junior. Ah, ja. Oké, en dit is? Ingrid Klomp. Dit is Ingrid. En ik ben Loes Klomp. En dit is Loes Klomp. Kijk eens aan. Het lijkt mij een heel gezinsbedrijf hier. Is dat de bedoeling? Ja, zeker. Ja. Oh, dit is echt een familiebedrijf. Fantastisch. Er staat al jaren. Ja. Opa heeft opgezet, mijn vader. Ja. En zo bouwen we dit uit. Ja, en opa heeft ook nog veel te vertellen hier. Ja, soms wel iets te veel, maar toe maar. Nou, kijk aan. En de dochter zit er ook bij in het bedrijf. Wat doe jij, Ingrid? Ik hou me met name bezig met administratie. Administratie, ja, natuurlijk. Ik hou me bezig met de calculatie. Met de calculatie. Ja. Maar, Klaas, wat is er voor neus te vertellen? Nou, het mooie neus is dat wij hebben de opdracht gekregen om hier 9 gemeentehuis te bouwen met naam. Maar dat is pas nice. Ja, dat dacht ik. Maar waar gaat dat dan gebeuren? Hè? Waar gaat dat gebeuren? Waar? Ja. Hier. Op deze plek waar we nu zit. Ja. Och, kerel. Ja. En je hebt de opdracht dus gekregen met elkaar. Wij hebben de opdracht gekregen naar goede inschrijving. Ja. En een goede prijs. Ja. Hoe ligt dat met de calculatie? Was dat ingewikkeld? Ja, nee. Dat was heel ingewikkeld. Daar heb ik wel in bijzitten natuurlijk, vanzelfs. Ja. Maar ik heb een goede prijs neergelegd aan de gemeente Koevoorn en Verhoeze bedrijfkeuze. Fantastisch, fantastisch. Wat nice. Maar als je hier voortgaat, waar ga je er zelf heen? Stop je ermee? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, we hebben een plekring. Ja. En, misschien wil je dat wel even vertellen. Zeker. Ja. De bouwplannen liggen hier. Ja. En wij gaan bouwen op het terrein waar de Vlinderprinses op dit moment, althans in september, gespeeld wordt. Ach, kijk eens aan. Na de laatste voorstelling gaat de schop in de grond en dan gaan we los. Fantastisch. Ja. En is er nog een infoavond? Ik bedoel, of moet met het volk met dit neus doen? Nee, of kunnen ze nog andere manier informatie krijgen? De klopt. Er komt hier zo nog een 2 infoavonds. Oh ja. Op 12 juli. Ja. Vrijdag. Ja. En op vrijdag 19 juli. Oké. En hier zo om 8 uur. En dan om 8 uur. Ja, en dan kunt u het bouwtekening zien en nummer. Ja, hartstikke fijn. Ja, buurvrouw. Verder. Ja! Goed lessen! Altijd gluren. Ja. Volk, hartstikke bedankt. Ja. Fantastisch dat jullie even voor de camera bonden komen. Ja. En de 12e en de 19e ben je er zeker bij. Zeker. 8 uur. Ja, 8 uur. Doen we.